Toen ik in groep 7 of groep 6 zat, hoorde ik denk ik als eerst over seks. Maar echt via een klasgenootje, wat echt zoals van, haha, pijpen. Zoiets, dat ik dacht van, oké. Wanneer kwam ik erachter dat seks bestond? Toen waren we op de trampoline en toen zei mijn ene neef, zei, ja, ik weet een heel slecht woord en dit en dat, maar dat mogen jullie allemaal niet weten, want daar zijn jullie allemaal te jong voor. En het slechte woord was condoom. En dan mochten we absoluut niet weten wat het zo'n slecht woord. Het is toch niet zo dat je deed, alledaags. En zeker niet op die leeftijd dacht je echt van, ja, het is eigenlijk gewoon smerig. Het begon allemaal wel een beetje in de laatste jaren van de basisschool. Als je een beetje, weet je, 9 of 10 bent of zo, dan is seks superleuk. Ja, en dan krijg je in groep 8 krijg je gewoon seksuele voorlichting over echt. Want dan zit je al een beetje zo half beginnend in de puberteit en krijg je daar heel veel uitleg over. Ja, en dan zat je daar met jongens en meisjes door elkaar heen en dan is het toch al seks. Eeuw, dat moet je niet hebben. Eeuw, vies, bla. En dan in de leerjaar 1 van middelbare school, dan heb je echt een heel biologie hoofdstuk erover, over hoe het allemaal werkt en zo. Er stond dan in het klaslokaal, stond er gewoon zo'n grote lul en dan moest je dan een condoom mee doen. Nou, het was vooral giechelig en zo, een beetje van oeh, spannend, oeh. We hadden het al een soort van les over gehad met speciaal programma's. En filmpjes en niet dat soort filmpjes. Ja, zo. En eigenlijk wat meer uitgelegd en beter doorgecommuniceerd door vooral mijn moeder eigenlijk. Ik heb wel een moment gehad, ja, dat ik met mijn moeder, mijn broer en mijn vader, ja, en dan mijn andere broer gewoon met het hele gezin aan tafel zat. En dat we erover gingen hebben, gewoon van oppassen, weet je, als het gebeurt, doe het alsjeblieft veilig. Zorg dat je weet wat je doet. Het ging er meer om of mijn ouders wel, mijn moeder wel een beetje zeker wou zijn. Dat ik met een beetje betrouwbare informatie de wereld in word gestuurd dan wat de willekeurige 8-jarige in groep 6 rond aan het bazuinen is, zeg maar. Met je moeder erover hebben was wel, ja, awkward een beetje. Het was niet echt dat je dacht van, ja, yes, hier zit ik op te wachten. Dan ga je het opeens over hebben en dan is echt, oh, we hebben het over seks, moet je kijken. En dat was heel erg awkward, want je denkt ook van, seks, zo. Nou, ik ben islamitisch en het ligt gewoon wat gevoeliger in onze cultuur om erover met elkaar over te praten, over dat soort dingen. Ja, het is ergens misschien een klein beetje, niet heel erg taboe, maar we spreken er denk ik thuis niet heel makkelijk over. Dus. Ik dacht niet van, ja, echt fijn dat we het nu hierover hebben, maar als je achteraf gezien terugkijkt, dan denk je wel van ja, het is wel goed dat dat gezegd is. Het is ook wel goed dat ouders het daar met kinderen over hebben. Dit is eigenlijk de enige invloed die hun hebben op jou eigenlijk, om jou te leren van dit moet je wel en dit moet je niet doen. De meest voorkomende waarschuwing die je dan krijgt is koop condooms. Dat gewoon je, als het gebeurt, doe het wel veilig. Ja, bijvoorbeeld als ik Team Mam of zo zit te kijken en dan zo van, als je het ooit gaat doen, doe het dan wel veilig. Inmiddels ben ik 16 jaar oud, dus mijn moeder die houdt zich daar ook niet meer mee zo bezig. En ik heb heus wel seksuele voorlichting gehad. Ik heb heus wel vrienden, ik weet heus wel hoe het eraan toe gaat. Ik heb heus wel een tv met Comedy Central en weet ik veel, allerlei kanalen die daar veel te veel over praten. Hoe betrouwbaar die informatie dan ook is. Als wij een film kijken of een serie en dan komt er niets van seks, dan probeert mijn vader het altijd door te spoelen of weg te zappen. Maar altijd, dan spoelt hij te ver voor. En dan wilt hij weer terug en dan komt hij precies weer op hetzelfde moment. En dan, zo gaat het altijd een beetje. Of je nou porno ziet of gewoon, weet ik veel, dumpert of zo, je ziet het toch voorbij komen. Dus. Kijk, Dora, daar ga je het niet in vinden. Maar naarmate je ouder wordt, zijn de programma's die je kijkt of de boeken die je leest, die gaan dat er ook bevatten. Dus dan denk je van, oh ja. Seks. In principe zou je denken dat je meer van porno leert dan van bio. Kijk, je leert het gewoon van het doen en niet van het. Oh, ik heb spijt omdat ik dat zei. Maar, het is meer. Je krijgt gewoon heel veel informatie en daar geef je denk ik een beetje je eigen draai aan. Naast dat je moet liken en subscriben, is het ook belangrijk dat je wat meer praat over seks. Laten wij het taboe doorbreken. Adieu.